Afgelopen week zijn er op de Brede Bossenschool in Den Bosch 2 personeelsleden overleden. Speciaal voor hen zijn er door de kinderen aangeklede tafels ingericht. Op dinsdag zijn wij opgeschrikt met het plotseling overlijden van onze leerkracht Gabrielle Brouwer. En afgelopen zaterdag is de heer van beheer Frans van Os overleden. Wat doet het met zo'n gebeurtenis met de school? Nou, het is gewoon verschrikkelijk. Het slaat in als een bom. Dus ja, alle mensen zijn gewoon in het begin overstuur. En dat kan ook niet anders, denk ik. En ja, nu gaat het langzaam, wordt het wat rustiger. Maar de klap is wel hard aangekomen. Ik zie hier allemaal kaartjes van kinderen, hartjes van kinderen, denk ik. Zij was leerkracht van welke klas? Van groepen, een kleutergroep, 1-2-B. Hebben de kindjes nu een andere leraar, lerares? Op dit moment ben ik degene die nu even haar vervangt, maar in januari moet er een andere oplossing komen. Hoe gaat u, krijgen kinderen nog speciale begeleiding daarvoor? In het begin zijn natuurlijk kinderen opgevangen. Hebben we daar met behulp van GGD hebben we natuurlijk een leskoffer gehad waar we in meegewerkt hebben. Ouders zijn opgevangen door de GGD. En als wij hulp willen hebben, dan kunnen we die zeker krijgen. En aankomende week gaan we ook nog een viering, laatste viering doen, waarbij een van de familieleden er zal zijn.